Zo, Tony Pino achter de camera. We zijn op weg naar een hele speciale plaats. Die we, als het goed is, vinden als we dit pad aflopen. Volgens mijn berekeningen. Want daar is de waterbron. En die moesten we alleen maar volgen. Meer niet. Dus simpeler kan het niet. Kijk, want daarachter zie je al het veld. Waar de herten gespot worden. En hier moet het hekwerk zijn van de Soerenbeek. Of in ieder geval, het loopt naar beneden in een dal met trappetjes. En het is hartstikke mooi, want ik heb er al foto's van gezien. En nu wil ik het live filmen voor jullie. Kijk, dat is nu het resultaat. Als er een boom omvalt en er zit water tussen. Of hij is omgezaagd. Vet. Ik weet niet hoe lang het nog lopen is. Maar je gaat het zeker, 100% zeker in deze vlog zien. En ik heb het nog niet gezegd of we zijn er al. Daar zijn de trappetjes. Kijk. Dit ziet er extreem uit. De video begon wep. Maar nu begint de video een stuk mooier te worden. En als je goed oplet. Kijken. Heb je hier het hek al. Wow, kijk dan. Het loopt naar beneden en ik hoor al waterstromen. Dus we zijn bij de bron aangekomen. Even kijken hoe het heet hier. Kijk, er zitten zelfs vogels. Aha, wacht, ik heb het verkeerd gezegd. De Springen van Laag Soeren heet dat hier. Oké dan. Deze, die wil ik gaan filmen. Kijk dan, dat lange hek wat hier staat. Even de hek open doen. Daar zijn we dan. Kijk eens. Dit loopt omhoog. En dat water is in een dal. En wat gaan we doen? We gaan gewoon de trap nemen vandaag. We gaan naar beneden. Wow, we moeten een heel eind naar beneden lopen. Wow. Kijk dan, we zijn hieronder aangekomen. En zo ziet het eruit. Moet je kijken, net een klein paradijs. Kijk eens aan deze kant. Duimpje omhoog voor deze video. Kijk dan die trap die hier naar boven loopt. Dit is gaaf. Wow, dit soort plekken, dat is extreem mooi. Dit is trouwens ook al mooi voor een fotoshoot te doen. Modelletje er neer en klikken. Wow, ik hoor water. Kijk, ik hoor daar waterstroom. Wacht, we gaan kijken. Oh, wacht. Kijk dan, het stroomt gewoon. Wow, dit is een gave plek. Kijk dan, moet je zien. Het loopt daar omhoog. Daar zijn we vandaan gekomen. Dan krijg je dit stuk. Gaat het hierheen. En dan krijg je hier nog een soort brug. En dan heb je, als het goed... Hey, wat is dat? Een waterput? Ja. We hebben een waterput ontdekt. Geweldig. We hebben een waterput ontdekt. Kijk dan, daar is die. Wow, dit is gaaf. Hey, deze berg loopt omhoog. Laten we dan maar eens eventjes beklimmen. En binnen 10 seconden zijn we boven gekomen bij de Mount Everest. Zo snel heeft nog niemand het ooit gedaan. Vet. Kijk ik dan. Wow. Hey, wacht. Stromend bronwater. Tjop, het is eraf. Wow, dit is extreem. Kijk dan dat bos. Kijk, als jullie goed kijken, dan zie je gewoon dat dat een hoge berg is. Dat loopt recht naar beneden. En dan heb je hier in het dal, heb je dit. En dan heb je daar de trappetjes. Zie je dat? Die gaan naar beneden. En hier heb je nog een hek. Laten we eens eventjes aan die kant kijken. Oh, dit is wel gaaf. Kijk dan. Dan kom je hier bij een soort bomenrij uit. Jammer dat ik niet verder kan uitzoomen. Ik kan het alleen zo laten zien. En zo. Even kijken. Ja, oké. Kijk dan. Die loopt recht omhoog. Zie je dat? Oh, dit is wel gaaf. Kijk, hier gaat het ook weer iets naar beneden. Daar heb je een hekwerk. En daar heb je het waterstromen. Kijk, en daar. Onder waren we net bij de brug.
En daar gaan we dan weer naartoe. We gaan hier het hele gebied gaan verkennen. Dit is extreem mooi. Vet. We gaan eventjes naar het stromende water toe. En we gaan de put verkennen. Wow, het is mooier als dat ik gedacht had. Kijk. Waterplanten. Zo te zien is dit pas nieuw gemaakt. Maar wacht. Hier stroomt het water. Kijk dan, daar is het. Wow, moet je dat zien? Als je goed kijkt, dan zie je hoe snel het stroomt. Ja, die planten die hier zijn, die willen wel groeien, maar... Wacht! Dat is het begin van de waterbron, volgens mij. Ja, dat begin. Daar moeten we zeker gaan kijken. Kijk dan, daar is het begin. Wow! En zo te zien ligt er ook een aparte steen, of is dat nou een wild zwijn wat daar ligt? Geen idee. Maar kijk dan, je hebt hier ook nog een waterput en die is daar, zie je dat? En daar gaan we nu even kijken, als we daar kunnen komen. Want het is hier behoorlijk drassig, nee dat gaat niet. Kijk, ze hebben het al geprobeerd, maar ze zijn hier gewoon weggezakt, zie je dat? Ik wil naar die waterput toe. Wacht, we gaan toch een poging wagen. Het lukt me. Het is me gelukt. We moeten niet daar lopen, maar hier. Kijk, daar zak je weg als je daar gaat staan. Kijk dan die planten. Ah, ik wil die put aanraken, jong. Oh, we zijn er. Kijk dan. Dit is dus die waterput. Hoor je dat? Hij is hol. En er stroomt water uit, zie je dat? Iets. Dit is wel gaaf. Kijk dan, je hebt hier een gigantisch grote berg, dat is dus dit. En dan heb je hier alleen maar van die groene planten staan. Allemaal bij elkaar. En zo te zien houden die van bronwater. Want daar stroomt het water. Kijk dan hoe kraakhelder dat is. Wow, de zoveelste bron die we gevonden hebben. Eerste bron van Stokkum. Nu deze weer. En zo te zien is dit het begin. Want daar loopt het rond. En hier bovenaan. Daar loopt een pad. En daar gaan we nu naartoe. Maar we gaan heel even kijken. Wat dit nou precies van planten zijn. Even een stuk eraf halen. Ze stinken nergens na. Ze hebben een soort van... Of ik verder uit kan zoomen, nee. Wacht, ik moet het licht aanzetten van de camera. Dat doe ik nu. Ja, kijk, en dan is hij een stuk beter te zien. Zo zien ze eruit. Hoei. Even het licht weer uitdoen. Zo. Nou, dit is dus de put. En zoals je ziet, het loopt hier recht omhoog. Dus we gaan maar even terug. Ik weet niet wat dat van ding is. Dit is wel gaaf. Dit is best wel gaaf om te zien, jongens. Kijk dan, hoe kraak en kraakhelder. Het heeft zelfs stenen meegevoerd.
kijken hoe ver ik hier kan komen. Ik wil eigenlijk voelen hoe koud het water is. Maar goed, dat doen we een andere keer wel. We gaan nou eventjes de vlog verder maken. Ik wil daar niet lopen, jong. Wacht, we houden ons hier aan vast. En dan moeten we kijken of dat we hier langs kunnen. Het gaat allemaal net. Zo. We zijn er weer uit. Maar wacht, we moesten dit pad in naar boven. Dat gaan we nou ook doen. Jezus, dat is best... Wow, dat gaat echt stijl omhoog hier. Ik zou bijna zeggen, welkom in Italië. Daar heb je ook allemaal van dit soort dingen. Even kijken, dan komen we weer bij een hekwerk uit. Een boomstammetje. En zo ziet het er van boven uit. Oké, dan gaan we het verkennen. Hé, daar zat een specht in de boom. Hij is net weg, jammer. Wow. Hier pas kun je goed zien hoe extreem diep het is. Kijk eens naar beneden. Wow. Een ravijn recht naar beneden. Oh, dat mag ik wel. Vet. Maar we gaan nu even kijken of dat we het begin van de waterbron kunnen vinden. Want zo straks waren we daar beneden. Kijk, daar wordt het smaller. En ik heb zo vermoeden dat hier het begin... Ja, dit is het begin volgens mij. Zie je dat? Daar begint de bron. Of ik moet het mis hebben. Wat denken jullie? Denk je dat je... Nee, kijk maar, want er zitten toch paaltjes voor. Dus dit is het begin van de bron. Wow. Die heeft goed zijn best gedaan. Even kijken of we hier nog wat meer in de buurt kunnen vinden. Ja, hier kom je bij het open veld uit daarachter. En als het goed is, moet daar een bankje staan. Tenminste, dat staat wel... Mijn GPS geeft dat aan. Maar wacht, hier heb je het bankje al. Wat is dit? Even kijken hoor. Ja, kijk maar. Dit is het begin van de bron. Gaaf. En dan stroomt hij helemaal naar achter. Waar wij zo straks waren. Kijk, door dat groene. En als het goed is, moet je dan daar... Ja, kijk dan. Daar heb je die bruggetjes en die plek waar ik zo net stond. Wow. Tony Pino achter de camera. Duimpje omhoog voor deze video. We hebben gewoon het begin van de waterbron gevonden. Zie je dat? Daar is het. Maar hij staat niet op de kaart. En daar baal ik eigenlijk van. We hebben gewoon iets gevonden per toeval. Maar wacht, daar schijnt de zon... En er is, kijk dan, er is een heel groot veld. Ik ga hier s'avonds ook een keer zitten met mijn telelens. 55-300 mm. En dan ga ik hier herten filmen. Dat lijkt me ook wel leuk om te doen. Kijk, daar moeten we zijn. Daar is het bankje. Kijk dan, zie je dat? Een hut in het bos. Gaaf. Zeil eroverheen en klaar. Wow, moet je kijken hoe groen dat gas hier is. Kijk dan. Gaaf. Als ik nou heel stil ben, dan kan ik misschien herten zien. Wow, die hut is best wel mooi gemaakt. Een zandpad. Oké. Okay. Ja. Wacht, we gaan even bij die hut kijken. Het kan zijn dat ze wat verloren hebben. Kijk dan, de eerste paddenstoelen. Wow. Wat is dit? Extreem mooi. Oh ja, we wouden bij de hut kijken. En dan zijn we nu aangekomen. Kijk dan, dit is het. Het lijkt op een soort tippie. Waar is de ingang?
Ze zijn de ingang vergeten. Oh nee, die zit hier. Ik schrok al. Oh, dit is extreem klein, jong. Kijk dan. Het stelt niks voor. Deze boom is te groot erbij, maar goed. Gaaf. We zijn binnen. En we zijn weer buiten. Ah, wacht. Kijk. Daar staat hij. De bank. Ik wil bijna zeggen, welkom bij bankje 1, 2, 3. Maar dat zijn andere video's op mijn kanaal. Oh jee, ik heb weer wat verraden. Ik ga binnenkort beginnen met bankje 1, 2, 3. Maar die video's die komen nog. Die zijn al wel klaargemaakt. Ik heb er al een stuk of 8. Als jullie meer informatie willen weten, ik schrijf het wel naar jullie toe. Kijk, dit is het pad. En dit is het veld. Maar geen herten. Maar wat niet is, dat kan nog komen. Wacht. Ik heb zo'n vermoeden dat je hier 's avonds best wel kans maakt om wild te zien. Kijk eens, dit is de ideale spottenplek. We zetten de tasten neer. En zoals gewoonlijk halen we er iets uit. En dat is dit beruchte apparaat. Want ik ga jullie voor de zoveelste keer de coördinaat laten zien van deze plek. Kijk. Daar staat het. De informatie. Heerlijk. Kijk dan, al die boomstammen. Dit bos willen wij ook nog een keer verkennen. Daar gaan we ook nog een keer omheen lopen. En zo te zien is Jezus hier ook al geweest. Stoppie. En waarschijnlijk recht via die kant. Zo. Dit is even heel snel de coördinaat van de plek. En dan ga ik zo dadelijk even kijken of ik het bankje kan zien op het apparaat. Want niet alle bankjes zijn geregistreerd, ben ik achtergekomen. Kijk dan, daar staat mijn tas. Wauw, deze komen we nu ook best wel vaak tegen. In meerdere video's die ik gemaakt heb. Kijk dan, deze bessen. En ze hangen hoog. Maar je weet het wat ik doe. Zoals gewoonlijk altijd hetzelfde. We gaan even kijken. Bij dit pad hier. Want dat heb ik nog niet verkend. Aha, kijk eens. Daar heb je de boom. Hier heb je nog een pad. En dat loopt er achter die kant heen. En hier heb je nog een pad. En hier een soort van informatiebord. Maar... kijk eens aan die kant. Zie je dat? Dat zijn de ideale plekken om herten te sporten. En ik heb het roofvogels heb ik ook al gehoord. Jullie kunnen het waarschijnlijk niet horen in de video. Maar ik heb ze al gehoord. Maar ik ga hier vaker heen, want... kijk eens. Er staat van dit hoge gras. En dat mogen die herten wel. Oh, wacht, ik ga het nog verder verkennen. Dan moet ik wel een heel stuk van mijn tas vandaan. Er zit trouwens een andere camera in van 800 euro, dus ik kan niet te ver gaan. Ik moet het wel een beetje in de gaten houden. Ik heb het telelens wel bij me. Maar dat is voor vanavond. Nee, maar dit is de ideale plek. Jongens, wat vinden jullie hiervan? Hier zou je echt herten kunnen spotten. Het kan zijn dat ze er nu al zijn, maar dat ze in het hoge gras zitten... Ik zie in ieder geval nog niks. Laatst wel een keer. Ik pakte de camera en ik kwam gewoon eruit gerend. Vet. En ik had hem ook echt voor de cameralens had ik hem. Ja, dit is mooi. Ja, deze plek hou ik in de gaten. Ik laat jullie nu de coördinaat van het bankje zien en dan ga ik de vlog weer beëindigen. Ja, dit is geweldig. Dit is een geweldige plek. Ik heb weer wat fantastisch gevonden. Ik kom hier vaker. Kijk, het is ook zelfs vrijgegeven. Oh nee, vergunning. Voor ruiters. En dan staat hier nog een nummer bij. Kijk, daar staat het. Geweldig. Oeh, het is nou behoorlijk warm. Kijk, hier kun je dus in het donker zitten. En dan kun je hier, vanaf hier, kun je eigenlijk het gehele gebied verkennen.
Ga ik eventjes mijn GPS kijken. Wat u nu aangeeft. Dit is de coördinaat van de plek. Tot op de 3 meter nauwkeurig. Noord 52 04 934. En East 006 03 172. Maar nu. Kijk. Klik. Kijk, en jullie kunnen precies zien dat het nu 31 juli is, 19:03. En de zon die gaat onder over. Oh. Kijk. 2 uur en 26 minuten. Dan gaat die onder. En dan gaan we eventjes hier op de kaart kijken. Dat is deze. En dan gaan we even kijken of het bankje geregistreerd staat. Nee. Wacht even hoor. We moeten iets verder inzoomen. Nee, hij staat niet geregistreerd. Kijk maar, want daar hebben we gelopen. Waar dat blauwe is. En dit bos. Dat is dus dit. En als je dan uitzoomt. Kijk, dan zie je dat grote open heideveld. Dit dus. Waar wij hiervoor staan. Kijk, dit is dat open heideveld. En dat geeft hij ook hier in het schermpje aan. Kijk, daar staat hij. Dat is hem. Maar, wat is dat wat wij zien? Zie je dat dingetje daar? Wat is dat van teken? Wacht, we willen het weten. Wow, vet. Even kijken hoor. Hoe we dat gaan doen. Nu is het teken weg. Maar we gaan inzoomen. Oh, het teken is verdwenen, jammer. Ah, wacht, nee, daarboven staat hij. Even kijken hoor. Zetten we een punt erbij. Ah man. Bos. Even kijken, dan moeten we hem precies daar opzetten. Ah, we scannen er weer overheen, jongens. Wacht even. Stop. Aha, het is een wildrooster. Wow, daarvoor doe ik al die moeite om een wildrooster te vinden. Nou, nogmaals, dit is de coördinaat wat jullie zien. En ik zou zeggen, ik ga nu de vlog weer beëindigen. Ik zou zeggen, tot de volgende vlog. Doei!